Want ze mee? Aan u de eer. Om de meneer door te nemen. En om de zaak open. Ja, dankzij u staan wij hier, hè? Ja, en dankzij onze inspanning, hè, dacht ik zo. Even stil, Marnie. Zal ik de opening maar verrichten, hè? Nou, ik hoop dat de nieuwe school een groot succes mag worden, jongens. En dan verklaar ik hierbij de salon officieel voor geopend. Oh, mooi, dat is een grote meneer. Dank je. Zo, en dan nu een glaasje op de opening. Kijk eens. Nieuwe
salon? En komt Eva niet? Nee, die kon niet. Doe dat de volgende keer wel. Kijk er eens. Alsjeblieft. Proost op de nieuwe salon. En natuurlijk op uw eeuwige schoonheid. En dat de salon daar maar vele mag bijdragen. Nou zeg, dat vind ik nou niet zo aardig. Dat vind ik een beetje vals. Hoort erbij, hè, vals licht. Oh. Ja, maar zo bedoel ik het niet hoor. Weet ik toch, schat. Zal ik je even laten zien wat er allemaal te doen is? Ja, ik ben benieuwd. Kijk, dit is onze nieuwe cabine. Sorry, behandelcabine. Ja, en daarachter je is de nieuwe kleedkamer. Oh. En hier is onze nieuwe prijslijst. Kan je mee naar huis nemen en kan je al eens kijken of er wat tussen zit voor je? Ik kan natuurlijk nu ook al wat bestellen als je wilt. Zeg, zijn de make-ups van Svetlana er al? Ik heb een zin van dochter. Die zijn er al. Ik zal er gelijk even roepen. Kunt u met haar regelen? Kom zo weer terug. Zet je aan, glad. Nou zeg, ze hebben foto's. Dan, dat is wel wat voor mijn rimpeltjes, want die vind ik zo naar. Dan ben ik zo oud hoor. Ja, zijn we weer. Nou, wat wilt u bestellen? Hallo Svetlana. Hallo. Eva wil graag die spulletjes die je toen op haar gezicht hebt gebruikt. Die waren zo goed. Wat kost zo'n pakket? Een startpakket kost 50 euro. Zou je niks vieren, daar lang mee doen. Oh, nou ja, dat valt mee. Dan wil ik ook zo'n pakket. En voor vaste klanten 47,50. Ja, omdat het feest is vandaag. Ga je vast de pakketjes even halen, Svetlana? Gaan we kijken of wat papa's de afspraak kunnen plannen, toch? Ja. Zou je dat vast doen? Ja, maar eerst even Even bellen. Ja, even. Hé schat, jij bent mij. Ja, ik ben met Twan. Ja, ik heb de spulletjes. Zeg, wil je nog een behandeling afspreken? Iets om snel af te vallen. Ik ga snel afvallen. Dat is een zweetkuur ideaal. Een zweetkuur, ja. Hoor je dat, zweetkuur? Ja. Ja, wil je die? Oké, dan regel ik dat. Ze wil graag een zweetkuur. Mooi. En ik wil graag een botox, want die nare rimpeltjes die wil ik weg hebben, want die maken me zo oud. Mooie vrouwen zijn nooit oud. Maar ik begrijp het bedoeld hoor. Wanneer schikt het? Ik vraag het even, ja. Lieve, wanneer schikt jou? Woensdag? Volgende week? In de middag? Oké. Ja, nee, dan geef ik dat hier even door. Ja, is goed. Dag liever. Ik spreek je later. Nou, het staat al genoteerd. De pakketjes zijn er, Svetlana. Hier zijn die pakketjes. Dat is dan 47 euro per pakketje. Punt extra. Kan je binnen? Dat kan je. Niet slim, nee, maar...
mag jij je dan nou maar geen zorgen over, hè? Het komt allemaal wel goed. We bedenken dat. Ja. Ik ga even naar de kamer met jou niet. Ik breng maar 2 weken uit de hoek. Ja, dat is goed. Ja. Kind, ga jij maar even een dutje doen. Ik knap je van op. Dutje? Dat is even naar bed. Slapie, slapie. Begrijp je? Ja, ja. Dank u. Ja. Oh, nou, nou. Je hoeft niet zo raar tegen te praten hoor. Het is geen kind. Ja, zo'n buitenlands, hè? Ze verstaat je niet. Ga ik van alles, dat ze wel goed doet. Zou jij wel eens verloren in de Oekraïne? Ja, nou, zo kan je wel weer. Ik ga maar weer eens op huis aan. Hé, hey, wat zijn dat nou? Vissies. Oh ja, dat is jou ook een behandeling. Oh? Ja, die knal ga je poten, wat even terug. Oh. Maar ze leggen aan, dus wel op apen gaan, volgens mij. En je hebt gelijk. Jo. Ik zal even wat broodkruimeltjes halen. Heb je nog een koekje op zak? Ja, een koekje op. Lekker. Even verkramelen. Nou. Ze beginnen gelijk, hè? Ja, nou. Zeg, dat is wel genoeg. Dat vind ik me echt wel voor die man, hè, om zoiets te vergeten. Oh, Mien, er gaat er eentje dood. Oh, ja, en dan nog een. Ja, maar bij nou, zo komen ze naar beneden. De dierenwinkel om de hoek. Ja. Ga jij even gauw nieuwe visjes halen, dan ruim ik thuis op. Ja. En je geld bij je? Ja. Oh, wacht even. Neem er even eentje mee, want het is gelaken. Wat? Dat is een dooie dag. Ja, ik ga toch een levende pakken. Wat een glibber. Ik mag gelijk even terugzetten. Anders vergeet ik het weer. Ik heb er genoeg van, dat gemiek van jou. Luister, we moeten toch over praten. Praten? Hoe moet je dat praten? Doe dit, doe dat, het gaat niet, het lukt niet. Ik ga naar de stad. Zal ik meegaan, dan gaan we daar verder praten. Ik wil niet praten. Ik wil weg, ja? Oh, Twanny! Oh, nou. Ik doe dat toch goed. Ik weet het ook niet meer, hoor. Zit even kijken of ze er al aan komt. Als ze nou maar opschiet. Straks komen ze. Oh, gelukkig, Trisse. En kon je ze krijgen? Nou ja, het was ook iets tropisch, zegt hij. En ze knagen. Hij wist niet of het dezelfde zijn. Nou ja, het is toch allemaal lekker, volgens mij. Een eentje. Voorzichtig, hè? Uitgezicht. Ja. Deze zijn dus een stuk drukker. Kennen nou? Nou, ze lijkt in ieder geval. Ja. Dat was dan 7 euro. Hou dat van mij. Oh, vind je? Dat die jij toch een krimp, hè? Ja. Nou goed, betaal het wel alleen. Ik zal het even pakken. Dat zou dus wel jouw koekje hoor. Ja. Oh jee, deze zijn een stuk, hoor.
kost dat dan? Helemaal niks. Oh. Ja, als we het snel doen, krijg je geen handen. Nou, ga je schoen uit. Nee, nee, ik doe dat niet hoor. Zijn wij veel te druk hier. Goed, dan doe ik het. Weet je zeker? Alles een keertje. Ja, wat? Ja, wat aan. Super koud water, hoor maar koud. En wat voel je nou? Koud water. Ja, maar ik voel de rest niks. Oh. Helemaal niks. Ah! Wat? Ze water? Ja, hé, dat is toch knagen natuurlijk. Nee, echt, ruim een beetje aan mijn voet. Laat los, kring. Ja, ja, rustig. Ja, ik pot zo. Haas. Nooit van gehoord.